Zeker een aantal jaar geleden, dat de somberheid toesloeg en de gifbeker verleidelijk voor me stond om een slokje te nemen. Het was de muziek die mij getroost heeft. En een van de nummers die ik vaak draaide in de eerste jaren na de diagnose was het nummer If It Be Your Will, gezongen door Anthony van de Johnsons tijdens een tribute optreden voor Leonard Cohen. En in gedachten gaf ik me over aan het universum en ik dacht, als het uw wil is, dan gebeurt het maar zo zoals het gebeurt. En vaak vervuld van medeleven, zelfmedelijden en gevuld met ogen met tranen luisterde ik naar de tekst, uiteindelijk weer gesteund door de regel If it be your will to make us well. Anthony. If it be your will, if there is a choice, let the rivers fill, let the hills rejoice. Je weet hoe parels ontstaan. Die ontstaan op het moment dat er iets in de schelp wat niet er thuis hoort binnenkomt. En dan wordt door de schelp keurige mooie laagjes omtrent die oneffenheid gemaakt. En zo ontstaat die de parel. Het waren mooie weekenden met confrontatie, inzicht en plezier aan ontmoeting. En een van de opdrachten was om een brief te schrijven van jouw ziekte naar jezelf. En de tekst staat daarop. Lees het. In het kader van Parkinson en de media, dat stukje heet, hangt er een column en een column van Mart Smeets over Mohamed Ali. Deze column wordt voorgelezen door een man met wie ik me diep verbonden voel. De enige man in deze wereld die mijn vader mag noemen, de man die mij opengemaakt heeft. Twee prachtige kinderen en zo. Misschien dat ik het een beetje kwijt was, dat gevoel van opkijken naar iemand. Ik bedoel, je loopt naast Olympische kampioenen, toerwinnaars en topschaatsers en je denkt, dat zijn ook maar gewone mensen. En dat zijn ze ook. Totdat het volgende gebeurde. Ik zat in Phoenix, Arizona, met 20.000 mensen naar een basketbalwedstrijd te kijken en ineens gebeurde er iets op de vloer. Omringd door wat hulptroepen liep een oud-ogende, bevende man met zonnebril het veld op. Hij werd ondersteund door een vrouw en een kwetsbare, kleine man in een mooi pak. Die keek ingespannen en zag Mohamed Ali. Misschien de beroemdste sporter ter wereld. Op aandoenlijke manier naar zijn zitplaats gebracht worden. Parkinson heeft de voormalige kampioen gesloopt en er is weinig over van de trotse zwarte man. Toegeschoten lijfwachten ondersteunden hem en plaatsten hem in zijn stoel. Hij schudde ernstig met zijn bovenlijf, bleef zijn blik star op de vloer gericht houden en gaf de indruk zich niet te realiseren waar hij precies was. De vrouw naast hem legde soms een arm op zijn schouder en de man aan de andere kant hield hem overeind toen het Amerikaanse volkslied gespeeld werd. Ali kon nauwelijks alleen staan. Hij moest worden ondersteund. In het midden van het tweede kwart gebeurde er daar wat ik op zat te wachten. De stadionspeaker vroeg tijdens de time-out speciale aandacht bij de menigte en vertelde dat we deze avond een heel speciale gast in ons midden hadden. Op het grote scherm boven het speelveld verscheen het beeld van Mohamed Ali, die als een kind de camera inkeek en probeerde te zwaaien. Het geluid in het US Airways Stadium zwol aan
Er werd een lange staande ovatie met mensen die schreeuwden en de naam van de greatest riepen. Als ik dan toch een kippenvel moment van het jaar zou moeten noemen? Ali zwaaide. Tenminste, hij probeerde het. Iedereen die in het stadion stond. Iedereen klapte en iedereen voelde hoe zwaar het moment in de eigen sportziel woog. Ik kon mijn ogen nauwelijks nog van een voormalige bokser afhouden, ook toen de wedstrijd alweer bezig was. Hier zat een gebroken man. Een man die ooit als dansende superster professionele sport geheel beheerste en die nu lichamelijk helemaal niets meer was. En toen zag ik hoe al die dure, arrogante NBA-sterren met Ali omgingen. Alleen de grote sterren durfden hem een hand te geven. Allen Iverson wilde op de foto en dat gebeurde. Shaq Idemel zacht over zijn schouders en Steve Nash boog zijn hoofd en deed heel voorzichtig met Ali. Andere toppers kwamen nederig langs en schudden zijn hand van deze voormalige grootheid. Voormalig? Nee, hij is er nog steeds. Weliswaar geveld door een vreselijke ziekte, maar hier stond een man die ooit de bijnaam The Greatest kreeg. Ik zag hem na de wedstrijd langzaam wegschuivelen en vroeg me af of hij iets van een wedstrijd had gezien. Ik had hem dus wel gezien. Ik zat op 20 meter van hem vandaan en kon alles zien. Ik zag zijn afwezigheid, zijn donkere bril, zijn zwaar bevende handen en die hij uitstrekte naar voren. Uitstrekken en niet raken, dat is pas erg. En ik dacht, ik ben een bevoorrecht mens op dit moment. Ik heb The Greatest nu nog in leven gezien en het heeft me geweldig ontroerd. Het valt me af en toe zwaar om de cursus in wonderen vast te houden. Sinds 8 jaar ben ik in het gezelschap, onvrijwillig, van meneer Parkinson. En vooral de rechterkant van mijn lichaam voelt stijf en onhandig aan. Mijn rechterhand trilt zachtjes en dat wordt steeds meer wanneer er iets spannends gebeurt. Het is een zichtbare spanningsmeter. Ik zoek in mijn linkerbroekzak mijn trooststeen. Hij is zwart. Ik heb hem sinds jaren geleden tijdens een wandeling meegenomen. Sindsdien vergezelt hij me, soms kwijt, dan weer gevonden, in de plooi van de stoel of onder in de wasmand. Die steen is verbonden met de aartsengel Raphaël. Raphaël betekent immers God geneest. Jaren geleden, kort na de Parkinson-diagnose, heb ik in Venetië uren gezocht naar de Raphaël-kerk. Ik was die kerk tegengekomen in een prachtig boekje, De Engelen van Miss Garnet. In dit kleinood heeft een Engelse communiste een ontmoeting in Venetië met een hedendaagse variant van de aartsengel Raphaël. Ik was dat jaar op vakantie in wintersport in Noord-Italië en het was maar 3 uur rijden met de trein naar de stad van mijn dromen. Ik verwisselde die dag het witte bergdorpje voor een kolkende stad met uitbundig verklede mensen. Kleurige maskers en overal muziek. Een paar dagen later zou het carnaval beginnen. Nadat ik me een paar uur had laten onderdompelen in de sprookjesfeer, liep ik door de straatjes die smaller en rustiger werden. Ik wist dat ik de goede kant op ging, maar vinden kon ik het kerkje niet. Ik besloot het niet te vragen, maar wandelde op vermoeide voeten mijn neus achterna. Het vinden van het kleine kerkje voelde als het einde van een kweeste zoektocht. Op het Raphaëlplein stond de Raphaëlkerk. Helaas werd de kerk net verbouwd en kon ik alleen laveren tussen steigers en hekken slinks binnenkomen. Nadat ik het stof van mijn kleren had geklopt, keek ik omheen en zag tot mijn tevredenheid geen andere mensen in de ruimte. Staande voor het altaar heb ik Raphaël beloofd om mijn trooststeen in deze kerk te offeren wanneer ik genezen zou zijn. Maar wat is dat, genezen? Voor degenen die durven, en het zijn niet altijd mensen die daarvoor aan zullen zien, ligt hier bovenop een briefje. Dat kan je eraf halen en daar staat op: wat is genezen? Er staat onder: open, lees en plak weer dicht. Ik maak onderscheid tussen genezen en herstellen. Genezen is wat ons dichter bij God brengt. Herstellen betekent terugbrengen naar wat je was. Heel maken is een ultieme vorm van genezing, omdat er niets meer wordt buitengesloten met inbegrip van de ziekte. Er liggen hier plakkertjes, dus als iemand denkt van hij moet weer dicht, hoe gaan we dat doen, dan liggen hier nieuwe plakkertjes. Ik eindig dit kleine verhaaltje met de regel:
Mijn rechterhand trilt nog steeds. De steen zit af en toe nog in mijn linkerbroekzak. Maar hij haalt de kerk wel. We zijn samen in het Aboriginal Museum geweest in Utrecht. Dat hangen allemaal klokken. New York 2 uur. En dan hangt er dus Parijs 6 uur. En dan hangt er een klok van de Aboriginal tijd. Daar zitten geen wijzers op, want die zijn voorbij de tijd. Dus dat wil ik zeggen, dus ik wil ook Hans voorbij de tijd en voorbij de ziekte melden. En lang en lang doe ik een fantastische film over Parkinson. Dit is een beroemde man. Een paar jaar geleden verderop, die fantastische discotheek. Tempel. Zijn verhaal. Zijn tempel. Zijn business. Met alle mensen erbij.